Maandagavond vond er een grote oefening plaats bij de Prins Willem-Alexandersluis in Tiel, waarbij verschillende brandweerkorpsen betrokken waren. Brandweermensen troffen ter plaatse in de sluis een tanker aan waar een ontploffing was geweest, waarbij een aantal slachtoffers waren gevallen. We hebben hier vanavond een oefening geanceneerd, waarbij de accenten lagen op bereikbaarheid, bluswatervoorziening en communicatie. Een sluisobject zoals dit, waarvan we de 9 hebben in de veiligheidsregio, is voor de meeste manschappen best wel een onbekend gebied. En als je dat ook nog eens combineert met een schip, waar ze ook niet al te vaak aan boord komen, ja, dan is dat eigenlijk een oefening waarbij we uiteindelijk zeg maar proberen om die mensen zeg maar dat stukje onbekendheid te trainen. En in de hoop dat als we ooit hier een echt scenario hebben, een echt incident hebben, dat die jongens wat beter voorbereid hun werk kunnen doen. Er waren verschillende korpsen aanwezig, waaronder een eenheid uit Ochten, de hoogwerker uit Tiel, de blusboot uit Nijmegen, een duikteam uit Arnhem en mensen van Rijkswaterstaat.